Hoi allemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben er vandaag weer met mijn jaarlijkse musical camp vlog. Ik ben dit jaar weer op musical camp geweest, of eigenlijk vocal masterclass. Dat had ik vorig jaar ook al gedaan en ik heb dat dit jaar dus weer gedaan. En ik heb echt weer een super leuke week gehad. Ik heb gevlogd op kamp, alleen ik ben erachter gekomen toen ik de beelden terug ging kijken dat het echt één groot onsamenhangend verhaal was. En dat ik eigenlijk gewoon heel veel random beelden heb gemaakt van leuke momentjes. Maar ik kan er gewoon zo weinig mee. Dus ik dacht, laat ik gewoon de video een beetje combineren met gewoon zitten en praten. Want dan wordt het ietsje logischer wat ik precies allemaal heb gedaan op kamp. Maar goed, ik ben dus naar Vocal Masterclass geweest. Ja, dat is eigenlijk een kamp binnen Musical Camp. Op Musical Camp heb je verschillende kampen. Je hebt Musical Camp, Musical Summer Academy, muziektheaterkamp en dan Vocal Masterclass. Dat is gewoon, oh ja, en je hebt ook nog Dance Camp. Maar ja, superleuk. Ik heb dus Vocal Masterclass gedaan. En dat is eigenlijk dat je gewoon de hele week alleen maar met zang bezig bent. Dus dat is heel erg leuk. Ik vind zingen eigenlijk het allerleukste van alle disciplines. Ik vind spel en dans ook superleuk. Maar zang is gewoon mijn nummer 1. Ik zal nu even wat beelden laten zien van toen ik aankwam op kamp. Oké, jongens, het geluid uit. Ik ben aan het draaien. Mijn moeder houdt de camera op dit moment vast. Het is ongelooflijk. Je zou het moeten zien. Echt een tafereel. Maar ik ben onderweg naar Musical Camp. Ik ga weer. Ja, het is ongelooflijk. Hallo, ik ben er ook. Hi. Ik ga deze week weer Vocal Masterclass doen. Dus ik ga de hele week lekker zingen en dingen leren over zingen. En daar heb ik heel erg veel zin in. Het wordt echt super leuk. Super veel vrienden zijn er weer. En helemaal leuk. En ik heb er helemaal zin in. En nu ga ik weer even op de weg focussen. Ja. Dag. Zijn jullie er klaar voor? Ik heb geen tent. Wat is dit? Is dit jullie bed? Dat ken ik. Ik kan niet mee zingen op camera, kan ik je vertellen. Ik vind het oprecht altijd zo leuk als je dan op kamp aankomt, dat je dan iedereen weer ziet. En dat is ook echt altijd het moment waar ik gewoon echt het allermeeste naar uitkijk. Oprecht, die eerste dag vind ik altijd echt het allerleukst. Het is ook heel stom, maar ik was gewoon echt weer helemaal super hyped om naar kamp te gaan en zo. En om iedereen weer te zien. En ja, ik vind dat zo super gezellig. We hadden dus gewoon, we kwamen aan en dan ga je eigenlijk gelijk een beetje je klasje ontmoeten, want ik kende eigenlijk iedereen al bij wie ik in de klas zat. En dat is super leuk. En dan begin je eigenlijk gelijk met z'n allen aan de eerste les. Helemaal leuk. En ja, in de avonden is het vooral heel veel gezelligheid, zingen samen, kletsen, gek doen. Super leuk. Behind the scenes. Ja, iedereen heeft het voor linie achter. Hi, welkom bij de vlog. Ja, dat is helemaal. We gaan zo meteen eten. Ik heb honger. Oké. Nou, we gaan even vloggen met z'n allen. Ik heb nu alweer vrienden gemaakt. Abonneer op mij. Ja, abonneer op Tommy. Tommy T. T-O-M-M-I. Ja. E/T-H-I-E. En ik ben super cool. Ik heb er 50 abonnees. Keer maar volg me. Yes. Julius, die zingt dus net als Shawn Mendes. Ik ga nu even laten horen. Hij heeft zelf stem. Het is klaar. Ik heb het net moeten zingen. Julius? Julius? Is that you? En dan dachten jullie dat mijn reactie raar was. En toen kregen we een workshop van Celinde Schoenmaker. Celinde die, ja, ik weet niet of jullie haar kennen, maar Celinde die speelt nu in musicals op West End in Londen. En ze komt uit Nederland en
Ja, ik ben gewoon echt, ik kijk heel erg tegen haar op. Dat zeg ik gewoon, heel eerlijk. Zij is echt wel een voorbeeld voor mij. En zij is gewoon echt heel erg goed. En ook echt super mooi. En echt een super lieve. Ja, ik kan wel de uren. Ja, ik kan hier gewoon wel echt heel veel over door blijven gaan. Maar goed, in ieder geval, Celinde is echt een geweldige vrouw en echt iemand waar ik ontzettend naar opkijk. En we hadden dus een workshop van haar. We kregen een liedinterpretatieles van haar. En ja, ik heb ook voor haar gezongen en met haar gewerkt. En dat was echt heel erg leuk. En daar heb ik ook wat beelden van. Dus dat zal ik nu even laten zien. Je lange lijnen leren, zodat je weet waar je lijn naartoe gaat, maar dat kan je helemaal loslaten, want anders kan je natuurlijk net zo goed een CD opzetten. Yeah. Altijd als je een goede scène speelt, of zelfs nu als wij met elkaar aan het praten zijn, ik ga nooit een scène zo zeggen van kan je dit aan mij. Je bent altijd wel bezig met iets, of zelfs je haar vast aan doen, of je bereidt je voor, of hij loopt weg en hij loopt net het hoekje om. En dan geen dag gaat voorbij. Snap je? Yeah. Wat je ingang is, maar kies een kleur. Geen dag gaat voorbij. Zelfs geen enkel uur. Oké, okay. ik ga hard aan dat je heel goed bent. Ja? Oké. Want nu krijgen we zingende hoofden. Snap je wat ik bedoel? Ja. En ook, je moet ze lekker maken meteen, want anders krijg je 16 bars en dan ben je out. Ja. En dan gaan ze, thank you, maar je moet meteen, geen dag gaat voorbij. Ja. Doe, okay. Snap je? Ja. Geen dag gaat voorbij, zelfs geen enkel uur. Hij luistert. Of jij bent ergens heel dicht bij mij, en ik voel. Maar nu loopt hij weg, want bijna elke dag ga jij in mijn hart met mij mee. Ik verlang naar de dag van vergeten. Tot die dag blijf ik denken en zweten. Ik zou niet per nummer doen, want dan wordt het heel erg manisch. Maar je kan een heel klein beetje die craziness kan je laten zien. Denken en zweten en vloeken en snakken en draaien en zwijgen en zoeken en stikken.
andere kleur zit. En al vecht ik me vrij, nooit verdwijnt de pijn. Want tot ik werkelijk sterf ik elke minuut van elk uur. Hoe je op school gaat en wat je dan leert. Je leert alle technieken, maar dan eigenlijk kom je van school af. En ik weet niet of Mark het met me eens is. Maar je kan soms een klein beetje authenticiteit verliezen. En ja, dat is juist wat we willen. Je moet nooit iemand anders proberen te zijn op een podium. Van hoe jij het kan doen. Ja. Wees gevaarlijk. Okay, ja. Want je stem kan het ook hebben. Je hebt heel erg zo die, dat heb ik ook, zo echt heel erg aan de borst en heel erg een kop. Ja. Maak het je kracht. Okay. Heel goed. Ja, dat was oprecht echt super leerzaam. En ik ben echt blij dat ik dat heb gedaan, want ik heb daar ook echt heel veel aan gehad. Ja, ik heb daar echt heel erg veel aan gehad. Celinde heeft ook dezelfde opleiding gevolgd als die ik nu volg. En ik heb daar ook nog even met haar over gepraat, samen met Soraya. Want die volgt natuurlijk ook dezelfde opleiding. Dus dat was ook echt heel erg leuk. En echt wel een keertje fijn om van iemand die nu al in het werkveld zit te horen van... Ja, om tips te krijgen en dat soort dingen. Dus dat was echt heel erg leuk. En ik ben echt heel erg blij dat ik bij haar heb gezongen. Want ik heb daar echt heel erg veel aan gehad. Dus dat was echt super leuk. Waar Musical Camp natuurlijk vooral om gaat voor mij is om gezelligheid. En daar heb ik voornamelijk heel veel beelden van. En dat is dus precies het deel wat echt één groot onsamenhangend verhaal is. En waar ik niks uitleg en waar je puur en alleen leuke beelden ziet. Maar toch ga ik die beelden lekker delen in deze vlog. Want ik vind het zelf heel erg leuk om terug te zien natuurlijk. Dus let's go. Wil je daar wachten? Zeg het nog eens een keer. Ik wil niet dat we... Hey, waarom staan we hier? Rustig aan je. Oh, dus ik heb gewoon een stuk gehad. Op je kranium. Lekker spooktochtje. Ja, ik schrik al heerlijk. Ze bos liep op weg naar haar oma. Ja. En dat er een wolf was. En dat er een kapje werd opgegeten. En dat de jager haar vervolgens redde. Maar ging dat verhaal eigenlijk wel zo? Was die wolf niet veel bloeddorstiger? En heeft Roodkapje het huis van oma überhaupt zo gehaald? Nee, ik hou hier niet van. Gaan we even lekker hardlopen. Ik hou hier niet van. Ga je alsjeblieft mee stoppen. Zullen wij anders even lekker gaan fietsen? We gaan nu even hardlopen. Niemand heeft er zin in. Ik in ieder geval niet. Hallo, goedemorgen zusters. Lekker redden. Lekker Anne. Lekker tostietje eten. Met. Hey Neeltje, zullen we anders even lekker samen gaan fietsen? Want u bent straks lekker tussen en deshoop in zilver lijn. Oh. Be a free, be a love, the one take, the easy road, the easy road. Watch, watching people pass, waving through a window. Can anybody see? Is anybody waving back at me? Eyes. We start believing that we belong, but every sun doesn't rise, and no one tells you when you went wrong. Step out of the sun if you keep getting burned. Da 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 da
gezellig, hè, Pep? Ja, altijd. Wel met jou. Altijd. We hebben vanavond een docentenconcert. Ja. We mogen alleen nooit filmen. Yes! Van het geluid. Je stond, in je eentje. Je trachtte, je teentje. Je bent bijzonder en speciaal. Je bent frikant en speciaal. Woo! En daar is een andere tekst. En dat is super lex. Hey allemaal, ik ben natuurlijk heel lang niet op de video's geweest. Klopt. Maar we hebben nooit ruzie gehad. En er is eigenlijk geen reden waarom we uit elkaar gingen met verhuizen. Alleen zodat we gewoon goedkoop konden wonen en op een betere plek. En nu wonen we onder elkaar, dus het is net gebeurd. En we zijn nu weer herenigd. In de weekvlog komen we weer een keer Soraya tegen. Ja, vast wel, want we wonen echt onder elkaar. En we zijn van plan om veel meer elkaar te gaan zien. Oh, wow, waar moet ik kijken? Wow. Oh, zo, ik ben lekker. Allemaal jong. En dit waren eigenlijk alle beelden die ik heb gemaakt op kamp. Jullie snappen nu denk ik wel waarom ik het zo heb gedaan. Want anders is het echt, als ik er één vlog van had gemaakt, hadden jullie echt letterlijk niks qua informatie gekregen. En dat vind ik stom. Ik heb echt een ontzettend leuke week gehad op kamp. En ik had het echt niet willen missen. Het was echt heel fijn. Ook gewoon met echt superveel leuke vrienden. Dus ik heb er echt ontzettend van genoten. Dit was mijn 6e jaar kamp. Ja, ja. Het is wat. Ik ben gewoon 6 jaar lang mee op kamp geweest. En ik moet ook eerlijk zeggen. Ik weet niet of ik volgend jaar nog een keer zal gaan. Het is op een gegeven moment ook wel mooi geweest. Maar ik had echt niks ervan willen missen. Echt oprecht niks. Het is niet normaal hoeveel vrienden ik via kamp heb gemaakt. Ik denk echt dat 80% van mijn vrienden, dat ik die ken door kamp. En daar ben ik Musical Camp en Mark vooral ook echt heel erg dankbaar voor. Het is gewoon zo fijn dat op zo'n plek zoveel mensen met dezelfde passie bij elkaar kunnen komen. En dat die zoveel met elkaar kunnen delen. En dat je buiten alle gezelligheid ook nog eens super goede lessen krijgt. Ik vind dat echt heel veel waard. En ik ik had er echt niks van willen missen van al die jaren kamp. Ik krijg ook het hele jaar door echt superveel vragen van jullie over kamp. En ik kan alleen maar zeggen, ga erheen. Ook al heb je niet veel ervaring. Ook al ken je niemand die op kamp gaat. Ook al denk je dat je niet goed genoeg bent of whatever. Ga erheen. Want het is echt voor iedereen superleuk. Je leert echt binnen een uur mensen kennen. Ik kan gewoon echt wel zeggen dat je gewoon echt de allerleukste week ever hebt daar. Nou, goed. En dan was dit alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn Musical Camp vlog. Alle info van kamp kan je vinden in de beschrijving. Ik weet dat heel veel van jullie erheen willen. Check de site en ga. Dus nou goed. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doeg!